Linda, wat voor organisatie zit erachter? Ik zit erachter. Verder geen organisatie. Met andere woorden, het is een particulier initiatief? Ja, het is een particulier initiatief. Ik ben hier kunstenaar op Indië. En de afspraak met de verhuurder is dat ik van tijd tot tijd iets organiseer voor mensen uit de stad. En dan heb je het geluk dat het ontzettend slecht weer is buiten. En dat iedereen naar binnen trekt om hier vandaag die kofferbakverkoop te bezoeken. Ja, ze waren sowieso gekomen omdat het gewoon een geweldig initiatief is. Mensen vinden het super leuk om hun spullen te verkopen, maar ook om te kopen. Hoe kom je aan al die mensen die hier vandaag zo'n kofferbakverkoop organiseren en doen? Nou, dat is de moderne tijd. Met Facebook ga je al heel snel en dan heb je de kranten en avisie en je plaatst het gewoon overal. Je zorgt dat iedereen het kan weten. Ben je dan ook bang van op een gegeven moment van er komt geen publiek? Daar ben je wel even bang voor. Maar je weet dat als je mensen hebt die gaan verkopen en het weer delen op Facebook, dat het ook weer veel mensen geeft. Het is wel zo dat heel veel mensen houden van, tussen haakjes, oude rommel. Ze verzamelen het, ze verkopen het, maar ze kopen het ook graag. Ja, maar ik zou het geen oude rommel willen noemen. Het zijn eigenlijk... Ik zei ook tussen haakjes. Ja, dat snap ik wel. Maar het zijn eigenlijk nieuwe kostbaarheden. Mensen kunnen weer iets nieuws aanschaffen voor weinig geld, wat een langer leven heeft. Dus je draagt ook nog eens bij aan minder milieuvervuiling. Het is wel heel belangrijk dat dingen een tweede, een derde, een vierde leven krijgen. Mevrouw, wat hebt u gekocht? Ik heb een Unica gekocht uit Hongarije. Engelen. Was u daar al heel lang naar op zoek? Nee, daar was ik niet heel lang naar op zoek, maar ik liep er tegenaan en ik vond hem mooi. En wat gaat u ermee doen? Waar komt hij in uw woning te staan? Op mijn schouw te staan. Ja? Ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik heb er 6,50 voor betaald. En ik ga ermee naar Kunst & Kitsch. Hebt u enig idee of het enige waarde heeft? Ik denk het wel. Ja, mijn vader komt uit Hongarije, dus... €693 is de waarde. Meneer, u hebt zojuist een Unica verkocht. Hebt u daar geen ontzettend veel spijt van? Eigenlijk nu wel, ja. Wat is een Unica en waar, hoe komt u eraan? Er bestaat maar één van. Het is door een kunstenaar gemaakt en met de hand. En daarom is het een Unica. Dus er is er maar één van. Hoe komt u eraan? Hij komt ook van de antiekveiling, eigenlijk de kunst- en antiekveiling, dus het is eigenlijk een kunstwerk. Linda, we zien achter jou dat er ontzettend veel publiek loopt. Daar zul je erg blij mee zijn. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, dat vind ik echt geweldig. Voor al die verkopers die hier graag hun spullen willen verkopen, zou het heel erg vervelend zijn als er niemand was, maar het loopt gewoon helemaal goed. Linda, ik wens je een fantastische dag. Fijn, dankjewel. En jij ook. En ik hoop dat je nog wat moois scoort. Mooi zeg, hartstikke. Stabat Mater van Antonin Dvorak werd vrijdagavond uitgevoerd in de Grote Kerk door Concertkoor Sursum Corda en Oratoriumkoor ECOK uit Enschede. Medewerking van solisten Judith Hofman, sopraan, Francesca Orendi, alt, Mario Alborn, tenor, Serge Novik, bas, het Orkest van het Oosten en Henk Linker Orgel. Algehele muzikale leiding had dirigent Erik Kotterink. Oh.
van Almelo biedt leden en geïnteresseerden de meest uiteenlopende activiteiten op het gebied van vrije tijdsbesteding. Van langlaufen in de harts, wandelen, fietsen, een eetcafé, quiltgroep, tekenen, schilderen, een leesgroep tot lezingen en excursies. Verschillende werkgroepen presenteerden zich op de jaarlijkse wintermarkt die zondagmiddag werd gehouden in het Nivonhuis aan de Smetanastraat 55A in de Aalderingshoek. Robert Kramer van het Nivon, hier op de wintermarkt van het Nivon. Wat breng jij aan de man? Wat ik aan de man breng? Dat is een weekend langlaufen in de harts. Dat doen we één keer per jaar en komend jaar is dat op 9, 10 en 11 februari. En mogen alleen Nivonleden daarmee? Nee, iedereen is welkom. Nivonleden hebben wel voorrang. En vol is vol. En ja, kunnen mensen zich nog aanmelden? Dat kan nog. Ik weet niet precies hoeveel plaatsen er nog zijn. Maar aanmelden is altijd nog mogelijk. Uiterlijk tot 6 januari. Wij komen als vrouwen, ja, er zijn geen mannen bij, alleen vrouwen, op dinsdagmiddag bij elkaar van 2:30 tot 4:00. En dan gaan we quilten en gezellig praten met elkaar ook. Lekker klessenbessen bij de thee, hè? Ja. Maar kan iedereen komen? Ja, in principe wel. Het zou wel fijn zijn als je ook lid wordt van het Nivon dan. Dat is wel een beetje de vijs. Zo. En stel, ik weet er nog niks vanaf. Kan ik dan ook komen? Ja hoor, want wij hebben een aantal ervaren quilters. En die helpen je. Je begint heel voorzichtig met een makkelijke quilt. En die helpen je dan verder. De gemeente stuurde Henk Jansen onlangs naar huis. Hij had lang zat gewerkt, maar ze liet hem nog wel wat energie na. En dat gaat hij inzetten voor Almelo. De Almeloze A, vlak bij zijn huis, ligt hem na aan het hart, al jaren. Almeloze A is inderdaad voor mij de navelstreng van onze stad. De Almelo is aan de A ontstaan, de kruising met de Grote Straat. Zoals de A nu in die stad ligt, is het voor mij één groen park. Van, zeg maar, van de Graafallee tot de achterkant van het Beekeluspark. Dat is voor mij één groen park. Die oevers daarvan moet je om die reden dan ook netjes houden. Omdat heel veel mensen daar langskomen, naar het werk toe fietsen, naar school toe fietsen. En ik wil het graag die omgeving netjes hebben als woon- en als werkplek voor wie er ook woont of werkt. Ik heb er wel eens aan geërgerd, een computer die in dat water lag en ik bleef er maar langs op fietsen en op een gegeven moment ben ik toch maar gaan aanpakken. Ik denk, ik ruim het op. Ongeveer 15 jaar geleden kreeg ik van een 80-jarige Rotterdammer een bootje. Die woonde op Sluitersveld en die was bedoeld voor de vijver van het Schelfverspark. Maar ik heb dat bootje mee naar huis genomen, want ik had daarna veel meer rommel zien liggen als rond die Schelfverspark. Toen ben ik begonnen om aan de achterkant van het Beekeluspark en bij de kinderboerderij om daar de rommel op te ruimen. Alles wat drijft. Uiteindelijk heb ik mijn werkterrein vergroot, zeg maar, van het waterschapskantoor tot aan de Roohofstraat. Tot zover ben ik bezig geweest. En dan heb ik twee zakken bij me. Dat is één voor lichtafval, dus plastic en dat soort spul. En een zak voor zwaar afval, zoals flessen. Ongeveer 10 jaar geleden heeft het waterschap een keer een grootschalig baggerplan uitgevoerd. En toen zijn alle drap, alle smerige troep die in die bullenbelaag zat, hebben ze eruit geschept met grote kranen en machines. Ook onder de bruggen ben ik toen even bij geweest, want daar konden de machines vaak niet zo goed bij komen. En daar lag ook van alles, alles wat een mens erin gegooid heeft. Het meest gekke ding wat ik gevonden heb is een stalen helm. Die was helemaal doorgeroest van het model waar de Nederlandse jongens mee de Tweede Wereldoorlog in gingen. En dat was voor mij het bewijs dat vanaf de oorlog in ieder geval die beek niet echt meer schoongemaakt was. Er is natuurlijk een hoop geld voor gespaard om dat op te ruimen. Maar om het schoon te houden en met name dus voor visuele vervuiling, wat drijft, wat je ziet liggen, zwerfvuil en drijfvuil, hebben ze een rooster gemaakt bij de spoorlijn. Op de plek waar het de binnenstad uitgaat en dan drijft in de richting van de koolgas en de kinderboerderij. En daar vangen ze denk ik heel veel troep op.
Toen ze immer die giftige rommel verwijderd hadden, toen zijn ze met de oevers aan de gang gegaan. Met name bij de Berlagenbrug. Daar hebben ze ook een nieuw bruggetje gelegd, zo'n fietsbruggetje. Ja, ik vind dat prachtig, die glooiende oevers. Het grote voordeel vanuit mijn dadendrang dan, is dat je vanuit die glooiende oevers makkelijk bij het water kunt komen. Dus ook het drijfval kun je vanuit de oever makkelijk opruimen. Dus terwijl de dieren kunnen erin en uit. Ook bij de binnenstad, bij het Hagenpark, zijn we het af en toe bezig geweest. Ook de tuin van het Wevershuisje ben ik af en toe wel eens bezig. En nou ja, die A is van mij één groene long. En dat wil ik netjes hebben. Waar ook, maakt me niet uit. Als de baas slaapt, ben ik wakker. Voordat wij overgaan tot de opening van de expositie, een moment aandacht voor het feit en voor het gegeven dat onze Hanny afscheid neemt van het publiek. Ze neemt geen afscheid van Inigo, maar ze neemt afscheid van het publiek. Nou, hartelijk dank, veel waardering en dames en heren, dank Hanny Nissen. Ja, ik wil hem straks iedereen laten zien. Ik blijf gewoon zo staan.
Gift door de zeven kringgemeenten. Kunstenaar Jan Gierveld verbeeldde hiervoor in 1983 zijn eigen handen. Kijk vooral ook goed naar de duimen. Zijn de handen gelijk? Zijn ze identiek? Yeah.
de Lieders van Almelo!
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.